Ja, goedemiddag iedereen. Mijn naam is Arno Quispel van Quinet Games. Ik ben heel vereerd om vandaag hier te mogen spreken. Het is wel een schril contrast met de vorige spreker, denk ik, eerlijk gezegd, een wiskundige. Ik ben zelf 30 jaar advocaat en we weten allemaal dat advocaten niet kunnen rekenen. Tenzij het om een eigen rekening gaat natuurlijk, maar... Ik wil vandaag spreken over, doe de volgende dia, maar over mijn eigen bedrijf, wat ik ongeveer 11 jaar geleden heb opgericht, samen met mijn broer. Daar hebben we. Mijn broer is huisarts. Mijn broer had het fantastische idee destijds om het spel Reef Encounter uit te geven, een spel van Richard Bries. Dat hebben we gedaan en daarvoor heb ik erbij aangesloten en daarvoor hebben we deze firma opgericht. Ja. Kom maar hoor. Draagt de naam Quinet. Nou ja, het is Quispel Nederland of Ik Win Het. Het is wat je ervan maakt natuurlijk. Het beestje moest een naampje hebben en dit naampje hebben we gegeven. Ja, de eerste ontwikkelingen, we geven vanaf 2005. We zijn begonnen met Reef Encounter en een ander spel, Shenna. Vanaf 2005, 2006 geven we spellen uit. We hebben een periode samengewerkt met White Goblin. Samen met White Goblin hebben we de nodige titels uitgegeven. En later zijn de wegen toch weer uiteen gegaan. En de situatie op dit moment is eigenlijk zo dat White Goblin geeft spellen in Nederland uit. Die haalt spellen uit het buitenland en die brengt ze naar Nederland om ze hier uit te geven. Terwijl mijn bedrijf meer met nieuwe spelideeën werkt en die nieuwe spelideeën ook meer internationaal probeert op de markt te zetten. En die spelideeën die beginnen met iets als dit. We zien eigenlijk in de zaal, hier in de zaal, in de beursgebouw, zien we het overal liggen. Prototypes, eenvoudige spelideeën, eenvoudige vormgeving in ieder geval. Het spel zelf hoeft niet eenvoudig te zijn, maar de vormgeving is het vaak wel. Maar de vorm zegt niet altijd iets over de inhoud. Het vorige spel is Carson City geweest. Dat is de vormgeving die Xavier Georges zelf aan Carson City heeft gegeven. Ja. Hier zijn een aantal titels die in de loop der jaren zijn uitgegeven. En in de latere jaren probeer ik die spellen uit te geven in een serie van spellen. De onderste drie spellen zijn daar een voorbeeld van. Een serie van spellen die steeds verder gaat. En ook daarvan kunnen we ons afvragen of dat ooit zal eindigen. Net zoals de vorige spreker. Nou, ongetwijfeld wel, maar waarschijnlijk met mijn dood. Ja, alsjeblieft. De volgende. Hier nog de rugzijde van die spellen, van de eerste vier delen. Het zijn inmiddels 15, bijna 16 delen die daar verschenen zijn. Ja. Nou, wat beurzen en dergelijke waar we dikwijls op staan. Dierik, die ook nog te zien hier. Goed zo, hartstikke leuk. We zijn met name vertegenwoordigd op Essen, in wat mindere mate op andere beurzen. Graag nog even de volgende. Nou, wat prijzen in het jaar 2015 gaan we hierover, wat uitreikingen. 2013 is mijn broer ermee gestopt, hij vond het uiteindelijk toch te veel werk, wat uiteindelijk ook wel het geval is, denk ik. Maar... En eigenlijk bijna niet vol te houden om naast je gezinsleven en je normale baan, die al heel druk bezet is, om dit ook nog naast te doen. Hij vond het te druk worden en hij is in 2013 daarmee gestopt. Nou, dat was even het intro. We gaan even spreken over crowdfunding, maar daar ben ik vandaag voor. Dus niet naar het verleden. Want ik heb het idee, Fred, dat jij in het verleden heb je behandeld. Keurig behandeld ook, maar er is natuurlijk qua ontwikkeling... Zijn er wel wat ontwikkelingen geweest, maar laten we zeggen vanaf halverwege jaren 90 komt die ontwikkeling pas heel goed tot stand. Hè? Daarvoor is het toch een beetje stilstaan gebleven. En vanaf jaren 90 zie je allerlei grote ontwikkelingen op dat spelgebied gebeuren. Heel veel titels en heel veel nieuwe dingen. Een van de nieuwe dingen, maar van latere tijd, is crowdfunding. Eigenlijk een manier om financiën bij elkaar te krijgen en om mensen geïnteresseerd te krijgen in je product. Ik heb hier in basis twee vormen van crowdfunding omschreven.
eerste is de vorm om, ja, om investeerders in je bedrijf te vinden. Een bedrijf heeft kapitaal nodig, zoekt investeerders. En dan zou je kunnen via crowdfunding kunnen proberen om investeerders geïnteresseerd in je bedrijf te krijgen. De tweede vorm is eigenlijk iets wat je alleen ziet op wat je met name ook ziet op Kickstarter bijvoorbeeld, is eigenlijk een soort koop. Juristen zouden dat als een soort koop zien, of koop bij voorbaat. Er wordt een product aangeboden wat nog niet gemaakt is, wat nog niet gemaakt mag zijn. En mensen kunnen daarop inschrijven en in feite dat kopen. Zit ergens tussen investeren en kopen. Bijna een hybride vorm van die zaken. Dat is het. En dat is die tweede vorm. Dit is even een voorbeeldje van projecten van een Nederlandse website. Het is in ieder geval één Nederlands bedrijf dat er heel druk mee bezig is. Dat gaat over de investeringen. Investeren in geldleningen, investeren in kapitaal, in aandelen en dergelijke. Daar is dit mee bedoeld. Maar laten we even snel verder gaan. Ook sla dit maar even over. Dat gaat over de investeringscrowdfunding. Ik wil met name even over crowdfunding om te kopen, zoals ik maar even heb uitgedrukt. Aan die vorm van crowdfunding zit natuurlijk geen enkele vorm van ondernemingsrisico. Het is gewoon het aankopen van een product op voorhand. Wat ik al zeg, de positie van een backer, dus dat is degene die daaraan meedoet, is vergelijkbaar met die van een koper van een product. Ik heb ook een aantal platforms genoemd, Ululu, Indiegogo en Kickstarter, waar dat op kan gebeuren. Als je daaraan begint, dan moet er natuurlijk in wezen een website gemaakt worden, website gebouwd worden. Een lange internetpagina is het, met heel veel informatie daarover. Maar vanzelf gaat dat natuurlijk niet. De klanten komen daar niet vanzelf naartoe, daar moet je natuurlijk wel wat aan doen. En hier zijn in ieder geval de criteria waarmee je zou kunnen werken. Er moet reclame voor die website gemaakt worden. Er moet een zekere mate van buzz of van interesse voor dat spel gewekt worden. Er moet contact met klanten en gelegd worden en onderhouden worden. Een goede site moet er gebouwd worden. Die veel informatie geeft, die alle duidelijke informatie erover geeft. En natuurlijk uiteindelijk, en daar gaat het alles om natuurlijk, moet het spel ook goed zijn. Ja, volgende. Ik heb wat informatie over Kickstarter. Je ziet, nou ja, die details doen er in zekere zin ook niet schreef. Er gaat veel geld in om en er komen ook een hoop mensen, vooral Amerikaanse mensen heb ik het gevoel, die dat steunen. Nou, wij hebben jarenlang op de meer traditionele uitgeversmethode hebben we gewerkt. Wij lieten gewoon 1000, 1500, 2000, 3000 spellen maken en die probeerden we dan te slijten. In wezen is dat voor een kleine uitgeverij is dat een moeizaam traject, omdat je uiteindelijk met die voorraad zit. Loopt het goed, loopt alles weg, loopt het minder goed en blijf je met voorraden zitten. Toen dacht ik, nou ja, Kickstarter, uiteindelijk crowdfunding is wel de manier om mee om te gaan. En het is een prima manier om verder mee te kunnen werken. En iets wat ook goed aansluit bij mijn bedrijf, denk ik. Omdat de omvang daarvan is toch beperkt, de afzetkanalen zijn beperkt. En dit is een goede manier om directe klanten te kunnen benaderen. Het eerste project wat we toen gedaan hebben daarmee, vorig jaar was dat, is, en dat kan je de volgende dia laten zien, is datzelfde spel weer waar je straks het prototype van zag, Carson City. We hebben toen alle uitbreidingen en alle basisspel en alle uitbreidingen hebben samengepakt in een nieuwe en een grote doos. En die doos hebben we via Kickstarter geprobeerd aan de man te brengen. De volgende pagina. We hebben dit is de beginstuk, bovenste stuk van die Kickstarter pagina. Je ziet hier een filmpje, een introductiefilmpje wordt ervan gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld een omschrijving gegeven van alle onderdelen. De volgende maar. De handleiding moet natuurlijk erop staan, zodat mensen kunnen lezen waar ze zich voor intekenen. We hebben allerlei niveaus ingebouwd van allerlei combi's van het basisspel of het basisspel met even de uitbreidingen of allerlei combinatiemogelijkheden die daar nog in zaten. Dat was op zich wel heel interessant om te doen, maar anderzijds ook wel heel complex, zeker voor het eerste Kickstarter project, omdat daarmee de hele logistieke onderneming erg ingewikkeld werd.
Nog één verder. We hadden ook ingebouwd de stretch goals, dus doelen die bereikt konden worden als een zekere omzet bereikt werd. Nou, je ziet hier dat al op 100.000 euro zou bijvoorbeeld in plaats van die kartonnen paardjes, of niet in plaats van extra, zouden die houten paardjes geleverd worden. Daarvoor zat een doel met houten pistooltjes, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou, misschien, ik weet niet wat hiernaar komt, maar nog even kijken, misschien naar diezelfde site. Onderdeel is, ingewikkeld onderdeel is het hele logistieke gebeuren. We hebben hier de spellen die in die site betrokken waren. Dat was niet alleen dat die grote big box, maar ook andere spellen zijn hier allemaal genoemd. En ja goed, dan reken je dat door naar gewichten en naar verzendkosten eigenlijk wereldwijd. Heb je die hele pagina, die bouw je dan. Je probeert er wat interesse voor te wekken, wat ik nog net heb uitgelegd. Ja, en dan gaat die van start en is natuurlijk uiteindelijk maar afwachten wat er gebeurt. Want dat weet je uiteindelijk nooit. Het gaat lang niet allemaal succesvolle projecten. Maar ik heb ook heel veel projecten toch voor die uiteindelijk het doel niet halen. Het doel instellen is op zichzelf genomen al een kwestie op zich natuurlijk. Want je kan elk doel instellen. We hadden hier volgens mij 40.000 euro bepaald, vastgelegd, wat wij tenminste wilden halen om het spel te kunnen fabriceren. Nou, dat haalden we snel, eigenlijk op de eerste dag al. Want de eerste dag is volgens mij de grens van 70.000, 75.000 euro gehaald. Volgens mij is het een van de volgende dingen. Ja, hier zie je, dat is weer een andere site. Kicktrack, dus je kan die informatie van Kickstarter kan je invoeren in Kicktrack en dan krijg je dit soort schemaatjes en dat is wel geinig om te zien. Je ziet de eerste dag, daar heeft het een enorm verloop. Dat is altijd een soort, ik durf het woord niet te noemen nadat u het woord aan de beurt geweest, maar volgens mij is het een parabool, iets wat inzakt en weer opklimt aan het eind. Dat is ook hier gebeurd. De eerste dag heel erg sterk, de dagen daarna ook. Daarna wordt het wat minder natuurlijk. En tegen het einde ontstond weer een enorme race. En het toch weer behoorlijke omzetten. En we heel goed gedraaid uiteindelijk. Volgens mij is het volgende dia ook een voorbeeld daarvan. Zie je de eerste dagen. En je ziet ook, dat is ook al aardig, als we dat doorrekenden op de eerste dag, geloof ik dat ik de 2,3 miljoen euro had gehaald. Als het zo was gebleven als het de eerste dag was. Nou, dat heb ik niet mee mogen maken helaas. Het zakt er toch in. En uiteindelijk zie je de groene lijn van het ideële doel tot de blauwe lijn is de trieste werkelijkheid. Die zie je steeds meer naar elkaar toe groeien hier. Ja? Als je even doorgaat, uiteindelijk toch nog niet zo'n gek resultaat. Vond ik zelf 258.000 euro behaald. Daarna is er nog een andere site in de lucht geweest, een soort post-Kickstarter site, dus daar is nog wat meer, nog een tijd heeft het daarop doorgelopen. We hebben het inmiddels helemaal achter de rug, dus het hele logistieke traject is gebeurd. Alles is verzameld en verzonden, dus we kunnen eigenlijk een beetje gaan uitrusten, want het heeft nog wel de nodige voet in de aarde gehad. Zeker omdat al die spellen gecombineerd moesten worden en naar zoveel verschillende punten eigenlijk wereldwijd verzonden moesten worden. Heel veel omzet en heel veel spellen zijn naar Amerika gegaan. Maar ook andere werelddelen en ook Europa, er zijn behoorlijk wat spellen naartoe gegaan. Op zich een positieve ervaring, ook een ervaring die zich leende voor herhaling. We zijn nu bezig, daar zal ik straks nog iets over zeggen, over een andere heruitgave van een ouder spel, Vanuatu heet dat spel. Dus op zich een prima ervaring. Nou, wie vindt Kraut? Ja, wie zou dat moeten zijn, naar mijn gevoel? Ik denk niet iedereen. Ik denk grotere uitgeverijen die die afzetkanalen hebben en voldoende afzetmarkt hebben, die zullen daar niet zo snel, denk ik, voor kiezen. Omdat je dan toch meer de spellen weg kan zetten via je traditionele kanalen. Ik zelf vind het wel bij mezelf passen, omdat ik uiteindelijk maar een heel klein clubje ben, wat ik al eerder heb uitgelegd. Tweede aspect is natuurlijk als je over weinig vermogen beschikt om het spel te kunnen financieren, is natuurlijk op zichzelf gewoon ook een aanleiding om dit te kunnen doen. Andere vraag is, waarom funden wij Kraut? Ja, bijvoorbeeld, met name, ik heb het al gezegd, omdat er dan middelen beschikbaar komen waarmee dat spel zou kunnen worden gefabriceerd. Een tweede is, en dat moet je niet helemaal uitvlakken, is dat door het feit dat je een crowdfunding campagne gaat voeren, op zichzelf genomen al aandacht op de zaak geeft, aan de zaak geeft,
En nou, weer aantrekkelijk is natuurlijk om de spellen aan de man te brengen. En derde plaats is er dan ook rechtstreeks contact en levering aan de consument. Want dat is natuurlijk op zichzelf genomen ook nog wel een verschil. Deze kapitalistische wereld waar we leven is natuurlijk de koek van zo'n spel. Als dat spel 40 euro kost, wordt behoorlijk verdeeld tussen winkeliers, distributeurs en andere mensen die daar tussen zitten. En met name bij kleinere uitgeverijen is dat nog wel eens een... kan het nog wel eens een probleem geven. Niet omdat ik nou een hekel heb aan winkeliers of iets dergelijks. Maar het is nog wel eens problematisch in de prijsstelling. En dat speelt hier natuurlijk in veel mindere mate een rol. Dat de prijsstelling altijd die is van een consument. In zekere zin krijg je meer klantenbinding. Sorry? Dat mensen terugkomen in de volgende campagne. Ja, zeker. Je hebt natuurlijk, je bouwt een soort klantenbestand op binnen Kickstarter. Je kan die mensen ook heel eenvoudig weer bereiken door berichten via de eerdere Kickstarter-campagnes aan die mensen te sturen. Dus die kan je ook attenderen op nieuwe spellen. En zo bouwt dat zich in zekere zin op, ja. Zeker. Nou, de volgende dia maar eens. Is het funden door de crowds ons voorland? Ja, zal het overal gebeuren? Ik vraag me toch af, eerlijk gezegd. Ik heb toch een beetje het gevoel dat het... de betere hobbyisten zijn die daarin blijven hangen met allemaal leuke en nieuwe projectjes. Ik weet niet of nou dat algemeen verbreid is en algemeen verbreid zal zijn. Ik denk dat het echt wel iets leuks is als je een leuk idee hebt waar je wat geld voor nodig hebt om het in de markt te zetten. Ik denk dat dat prima kan werken. Hoewel natuurlijk het vestigen van de aandacht op het product, de aandacht op die site misschien dan wel weer iets problematischer is. Maar of het voor de wat grotere uitgeverijen ook iets is, dat denk ik dat uiteindelijk misschien dan toch weer niet. En het laatste pagina is dan het project wat dan nu loopt. Dat is dan het heruitgaven van een Frans spel, Vanuatu. En we hebben helemaal opnieuw vorm gegeven. En dit loopt nu op dit moment nog via Kickstarter. Dat is wat ik erover te zeggen heb. Ik weet niet of er nog vragen van mensen zijn. Ik moet beantwoorden. En anders wil ik jullie hartelijk danken voor om mij aan te luisteren.